Rico, Glory heeft ervoor besloten dat dit gevecht geen titelgevecht is. Tweede keer geen titelgevecht. Wat vind je er zelf van? Ik vind het allemaal goed. Ik ben al lang blij als ik lekker kan vechten en lekker mijn kunstje weer kan laten zien. Had je niet liever tegen Saki of tegen Bonjasky gestaan? Nou ja, als die hadden gewild, dan hadden ze er wel gestaan. Je hebt in het verleden tegen Ben Sadik verloren. Komt er nog een rematch tegen hem? Ik hoop het. Het is ook weer precies hetzelfde. Als hij had gewild, had hij er wel gestaan. Dus ook hij heeft afgezegd. Dus. Oké. En als er een tegenstander is waar je tegen wil vechten... Nou, laat ik het zo zeggen. Is er een tegenstander waar je tegen wil vechten die op dit moment niet meer vecht bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk niet. Weet je, het is voor mij heb ik... Alle mensen die dit toe doen, heb ik al mee gevochten. Dus... Ja, weet je, ik laat gewoon graag zien dat ik de beste ben. Dus, en iedereen die denkt dat hij het van me af kan pakken, die mag komen. Zo wordt een kampioen te spreken. MMA, hoe staat het daarmee op dit moment? Ik train één keer in de week MMA. Dus ik hou het bij. Ik vind het leuk en het is goed voor je lichaam. En ja, weet je, we gaan het zien. We gaan zien wat er gaat komen. Ik durf het nog niet te zeggen. Niks in de planning dus? Nee. We hebben niks in het vat staan of iets wat eraan gaat zitten komen. Dus ik ben nu lekker gefocust op morgen en op naar de volgende daarna. Heel veel succes vast. Top, dankjewel. Goed, dankjewel.